Beetje. Oké. Okay. Meer vormgeving. Ja, meer vormgeving. Het belangrijkste is nu dat jij op de foto gaat lekker. Dat er hele mooie foto's uitkomen. Ja. Heb je ook contour gebruikt? Ja, een beetje. Oké, okay. Mooi. Mijn haar is ook echt heel erg leuk. Leuk, hè? Ja. Echt mooi. Nou, dit is het eindresultaat. Dit is mijn make-up en mijn haar. Andere achtergrond, dit is nu grijs. Net deden we rood. Die foto's waren echt heel mooi. Ik heb een voorfotootje die ik kan laten zien. Dat is, wow, even wachten. Deze. Echt heel mooi. Ik weet niet of je het goed ziet, maar ja. Ik zal deze foto's ook op Instagram plaatsen als het binnenkomt. Maar ja, tot nu toe vind ik het echt heel erg leuk. En dus we gaan nu de volgende outfit doen. En nog even deze outfit op de andere achtergrond. Dus ja, dat zal ik ook voor jullie filmen. Weet je nog wat voor pose ik kan doen? Ik moet even mijn inspiratie kijken. Oké. Okay. Oh. Sorry, ik ben ook echt niet de beste. Of zo misschien. dat is ook leuk.
fotoshoot is voorbij. Ik vond het heel erg leuk en ik wil Lauren ook nog even promoten. Dus, hoi! Ja. Nou, ik ben Lauren. Je kan me vinden op Shots by Lauren en ja, ik heb toen net hele mooie foto's van jou gemaakt. Ja. Dus dat kunnen jullie binnenkort ook allemaal zien op Instagram. Ja. Ja. Hoe lang doe je deze opleiding en waar kunnen ze je hier vinden als ze foto's willen? De opleiding is 3 jaar en het is in Rotterdam, Wilhelminakade 320. Oké. Okay. Dus, en ze is 17 jaar, dus ze is ook net, zeg maar... Net begonnen ook. Ja. En ze doet nog meer ervaring op en zo. En wil je dit ook je werk doen? Of? Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Oh, oké. Okay. Als ik 18 ben, wil ik me ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Oké. Okay. Dus, leuk. Ja. Leuk, toch? En Ilham is ook heel erg blij dat het vandaag is gebeurd. Ja, zeker. Prachtige foto. Ja, echt heel erg mooi. Ik ben heel erg blij, maar nu gaan we zeg maar naar huis. Het was echt een hele leuke dag. Dankjewel, Lauren. En dankjewel, Ilham. Je kan al die mensen volgen op Instagram. Ik zal hun links in de beschrijving zetten. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Doei!